President Chandrika Prasad Santokhi heeft bij de afsluiting van de algemene politieke beschouwingen in de Nationale Assemblée gesteld dat de staat mensen die aan de onderste laag van de middenklasse zitten ook sociale steun zal bieden. Deze groep staat los van de kwetsbare groepen die al geruime tijd een tegemoetkoming krijgen van de overheid. En wij willen niet alleen die kwetsbare groepen ondersteunen, maar ook die groepen die misschien al die tijd behoord hebben tot die middenklasse, de onderste lagen van die middenklasse, dat die nu ook getroffen zijn en terecht zijn gekomen onder die armoedegrens, dat die ook geholpen wordt. En dat is het integraal programma wat we gaan uitvoeren. Natuurlijk zijn er discussies geweest. Moet je dan eerst die doelgroepen vaststellen en waarvoor zijn aanmerkingen komen, namelijk de soort subjectsubsidie. En dan die soort subjectsubsidie constant op die kaart. Je hoeft geen bankaccount te hebben. Het is een soort opwaarderingssysteem. De president zegt dat het gebruik van het digitaal systeem met de smartphone vergemakkelijkt zal worden. De financiële steun zal via een volledig gedigitaliseerd systeem geschieden dat de Monikarta moet vervangen. En die kaart is al ontwikkeld. En die kaart is al getest. Ik was de eerste, meneer de voorzitter, die betrokken was bij die test en een bedrag van 5 SRD gestort kreeg. Om aan te tonen, aiwoko. Het werkt. Maar daarna moet je procedures gaan ontwikkelen. En systemen gaan ontwikkelen. Meneer voorzitter. Want wie krijgt zo'n kaart? Op grond waarvan krijgt die persoon een kaart? En natuurlijk zou de meest simpele benadering zijn. De minister van Sociale Zaken die heeft een bestand. Hoeveel heeft die minister in bestand? 70.000? Minister van Sociale Zaken heeft 70.000 bestand. Allah, dan krijgen alle 70.000 mensen, huishoudens, dat bedrag. Maar de vraag is, wat is die armoedegrens? Het gaat niet alleen om de mensen die in het bestand van sociale zaken voorkomen, merkt Santokhi op. Er zijn ook discussies geweest over de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de sociale steun, welke geboden zal worden. Het staatshoofd zegt dat er bewustwording en training moet komen voor de belanghebbenden. Anders heb je groepen geholpen die niet met het systeem kunnen werken. Aldus president Chandrika Prasad Santokhi.